Het Vlaamse tv-landschap staat onder druk. De komst van allerhande streamingplatformen en uitgesteld kijken hebben het doorspoelen van reclame steeds vanzelfsprekender gemaakt. Maar net die reclame zorgt ervoor dat we goede lokale tv-programma's kunnen blijven maken. Hoe zit dat dan juist? Met reclameinkomsten worden kwalitatieve lokale programma's gefinancierd. Dus minder inkomsten is minder topproductie. Ziet u hier nog kandidaten die op een fout spoor zitten? Is er onze honeymoon? Oh, jong. Hey Bart. Hoog tijd dus om samen met de commerciële zenders een oplossing te zoeken. Voilà. Meeting. Zo zal elke opname van de VTM of Play-kanalen starten met 1 minuut niet doorspoelbare reclame. En krijgt Terugkijk TV niet doorspoelbare reclameblokken. Maar we willen onze klanten uiteraard de best mogelijke kijkervaring blijven aanbieden. Daarom krijgen alle Telenet TV-klanten gratis 7 dagen Terugkijk TV. Zo kunnen ze nog meer kijken op de manier die in het beste uitkomt. Maar dat is niet alles. De zenders zijn meer en meer exclusieve content op hun platformen beginnen aanbieden. En die hebben allemaal hun eigen login, layout, exclusieve content en reclame. Nogal ingewikkeld. Bij mij moet je iets 1 keer, 2 keer en 3 keer uitleggen. Daarom hebben we ook met de Vlaamse zenders afgesproken dat we het beste van wat de zenders te bieden hebben makkelijk toegankelijk maken via onze zenderzone in de TV-take. Want het blijft de missie van Telenet om klanten een naadloze tv-ervaring aan te bieden. Dankzij deze veranderingen zorgen we dat we klaar zijn voor morgen. Want klanten krijgen gratis 7 dagen Terugkijk TV en alle straffe programma's op 1 plek. Zenders krijgen reclameinkomsten voor nog meer straffe programma's en Telenet blijft de toegangspoort voor al die straffe programma's. De jongste mol ooit. Een verbluffende prestatie. Kato. Ja. Nu gaan we vegen. Denk aan jullie tijd. Ja, het biedt een plof dan hier. This is me. Look out, 'cause here I go. Het is leuk. Meer info? Zie Telit. Maar jullie willen natuurlijk vooral zien hoe deze tv geplet wordt, hè? Allee, het is goed, omdat jullie zo aandachtig hebben gevolgd. Geniet ervan. Telenet. Klaar voor morgen.